tijd. Ravage. Nee. Dat is heel fijn. Pop van mij. Van Piesje, Piesje zeg. Niet in het... Goed jongen. We gaan vandaag weer naar huis. Nu gaan we het werkje naar. Diepe concentratie. Je moet ook nog een lectie. Ben je op het pad? Jawel, het is vandaag woensdag 25 maart 2020. Ja. 8:30 's morgens. Mm-hmm. En we hebben lekker ons laatste nachtje geslapen hier in onze boslodge. Lekker, ja. We moeten het huisje weer verlaten. Ja. Helaas, maar Lucille zei, in mijn eigen slaapkamer. En Lucille zei weer, in mijn eigen bureau, met dansspiegel, met discotheek. Eigen bed. Papa, mama, een eigen bed. Oh ja, dat is ook wel weer heel fijn. We hebben hier echt ontzettend genoten. We willen recreatie. We willen recreatiepark Het Zand ontzettend bedanken voor deze 12 fantastische dagen die we toch hier hebben genoten in het bos. Maar kijk vanavond even gezellig mee. En eind van de middag gaan we weer terug naar Zwollywood. Jee! Eet smakelijk. Eet smakelijk. Jongens, wat ga ik dit missen. Het uitzicht missen. De geur van het bos missen. De stilte missen. De vogeltjes om ons heen. En het zonnetje in het gezicht. Kijk eens, heerlijk hier. Want vandaag is het de dag dat we naar huis gaan. Tenminste, dat we eigenlijk naar huis moeten. Oh, Luan is even aan het knuffelen met Sammy. Ja, lekker warm bij mij. Sammy ook lekker in het bos, hè? Lekker ook ben je in het bos. Want zoals jullie weten, we zitten natuurlijk in de coronacrisis. En wij zaten eigenlijk in een soort van in quarantaine in het bos. Wij zijn hier nu 12 dagen en 11 nachten geweest. Super lief van de eigenaar hier van Recreatiepark Het Zand. Dikke shout-out naar hun, want echt super lief. Dat wij hier nog wat langer mochten blijven naar de opnames van onze cowboy-serie die we hier in deze omgeving hebben opgenomen. Daan en ik hebben besloten om toen zeg maar een beetje de bom viel van dat de scholen die gingen, om hier te blijven, zodat we hier in alle veiligheid en isolatie van ver weg van de drukte, zeg maar, echt nog even konden genieten van de natuur, van even ver weg van de zorg en zo, zeg maar, die Daniel en ik uiteraard ook echt hebben. We proberen natuurlijk op de kinderen zo min mogelijk gevoel dat over te brengen, maar ik wil wel dat ze snappen wat er aan de hand is. Dus ik heb wel enigszins in kindertaal een beetje uitgelegd wat er aan de hand is. Dus ze begrijpen wel dat we nu in gekke tijd zitten, zeg maar. Ze snappen dat corona gebeuren met dat virusje kan verspringen. Dat ze daarom contact moeten vermijden. Dus afgelopen tijd hebben we ons heerlijk vermaakt hier in het bos. Heb ik de thuisschool hier, je ziet het nog op de ramen, gedaan met de kinderen. Om ze toch nog dingen bij te brengen. In ieder geval bij te houden. Nogmaals, ik ben geen professional. Ik ben geen juf. Maar ik doe gewoon als moeder zijnde wat je kan. Maar vandaag hebben we te horen gekregen van de eigenaren van de camping dat we toch het liefst echt terug moeten. En eigenlijk alle mensen die op dit park zitten, zijn er niet veel. Maar er zijn wat mensen die hier permanent een huisje hebben, zeg maar. En die zijn hier gewoon heen. Het park is nog niet officieel open, omdat het nog niet het seizoen is. Maar er zijn wel sommige mensen hier die vaste plekken hebben, die hier ook een soort van terugtrekken. Maar dat toch echt eigenlijk iedereen van de camping af moet. Ook omdat regio, zeg maar, de burgemeesters kunnen bepalen dat recreatieparken en dat soort dingen allemaal dicht moeten. Ook om die norm van minder dan 3 personen bij elkaar. Dat is gewoon nu de nieuwe regel. En ook hun kunnen daar boetes voor krijgen als ze zich daar niet aan houden. En dat is natuurlijk hartstikke begrijpelijk. Dat snappen Daniel en ik hartstikke goed. En alles voor de veiligheid. En dat is ook helemaal zo. Dus dat geldt dus ook voor ons. Dus helaas gaan wij vandaag ons vakantiepark verlaten. En ik moet ook eerlijk wel zeggen dat ik het aan de andere kant ook wel heel fijn vind. Omdat, wij zitten wel in het bos. Wij gaan nergens naartoe. Daniel heeft 1 keer boodschappen gedaan, alleen. Voor de rest zijn we alleen maar hier geweest. Maar we zitten natuurlijk wel in Brabant. En ik kijk af en toe op mijn telefoon en dan zie ik ook de rode vlakjes in het land. Waar de meeste coronapatiënten zijn. En dat is echt in de regio waar wij nu zitten. En er zijn alle ziekenhuizen aan het verspreiden van alle Brabant naar boven, zeg maar. Ook in Zwolle komen de coronapatiënten naartoe.
Maar desondanks is er nog steeds, de meeste patiënten zijn in de omgeving waar wij op dit moment zitten. Dus ook wat veiligheid betreft, ook omdat wij straks boodschappen moeten gaan doen, voelt het toch ook wel goed om weer terug naar Zwolle te gaan. Ondanks we daar minder vrijheid hebben in de buitenlucht dan dat we hier hebben. Omdat het daar gewoon iets minder is als Brabant waar wij nu zitten. Wij zitten in Geelse. Ja, dit is Alphen uit mijn hoofd. Het zand is zo'n recreatieplas. En dat is echt helemaal onderaan in Nederland bij de Belgische grens. Dus zit hier heel dicht bij de Belgische grens. Dus ja, in dat opzicht zitten we hier best wel in een heel groot risicogebied als we dus van dit park afgaan. En dat zou in principe wel moeten omdat wij boodschappen moeten gaan doen. Want we hebben bijna geen boodschappen meer in huis. Vers dus eigenlijk op. De koelkast is leeg, ik kan het wel even laten zien. Kijk, ik ben even binnen. En dit is op het moment de koelkast. Kijk, er staat niet heel erg veel meer in. Ook het fruit is eigenlijk op. Het enige wat we nog hebben is dit. Dus ja, weet je, we moeten wel echt weer boodschappen doen. En we gaan dus vandaag terug naar Zwolle. Naar Zwollywood, zoals ze het zelf noemen. Ik heb de deur nog een beetje dicht, dus een klein beetje frisjes. Daniel is even nog lekker de honden uitlaten. Maar we willen wel extra, nog even extra genieten van vandaag. Omdat dit zo'n uniek fijn plekje is geweest. We hebben echt hier een fijne tijd gehad in toch wel de gekke coronacrisis. Waar we toch wel fijn op terugblikken dat we hier knus, fijn, veilig met elkaar zaten. Dat we echt nog even deze dag als genietmomentje willen pakken. Ik ga straks ook nog even de kinderen thuis school geven. Kijk, daar hangen de briefjes erop de ramen. Het is vandaag voor ons woensdag. En dat betekent op woensdag hebben de kinderen op school ook een korte dag. Dus ik wil wel dat ritme een beetje aanhouden. Dus ik ga straks een kort thuislesje geven aan de kinderen. En we gaan voornamelijk ook het huisje opruimen. En de kids mogen gewoon lekker buiten spelen. Ik zal jullie even een beetje laten zien hoe ons huisje eruit ziet. Nou, nu niet op de bank. Waarom niet? Het is geen springkussen. Ons huisje eruit ziet na dus 12 dagen. Nou, dat ziet er dus zo uit. Ik moet echt alles opruimen of een beetje schoonmaken ook hoor. Je hebt aanrecht hier en alles. Dat moet ik echt even allemaal schoonmaken. De vaatwassen nog even goed doen. Hier hebben we de kast voor het servies waar we eigenlijk een soort schoolkast van hebben gemaakt. Sammy die staat hier. Hallo Sammy. En daar heb ik het schoolbord ook staan. Dat ga ik straks weer even erbij pakken. Maar die wil ik ook allemaal opruimen. Hier hebben we allemaal speelgoed in liggen. Hier heb ik ook speelgoeddingetjes in liggen. Dan allemaal opruimen. Zoals jullie zien is dit een grote ravage. Dan moeten we zo ook allemaal eventjes opruimen. En dan komen we hier bij de kamer van de kinderen. Hallo. En dan zit Lucilla lekker tv te kijken. Ze hebben hier een tv'tje. Zepp zitten ze te kijken. Wel. Ja, nee. Dat is heel fijn. Zepp. Nee. Wat dan? Zeppelin. Oké. En we hebben hier de wasdingetjes en zo. Dat straks even allemaal opruimen. En dit zijn kleren die we op de hand hebben gewassen. Dat is in principe schoon. En dan hebben we de badkamer. De badkamer, we hadden niet heel veel mee. Maar wat er staat is wel even een beetje een rotzooitje. Dus dit wil ik ook allemaal even opruimen. Daaronder de make-upjes en zo. Hier heb ik nog wat was hangen. Dat gaan we straks allemaal even inpakken. Natuurlijk ook het slaapkamertje van ons. Hier, Luxie. Sta je hier, schatje? Papa. Ja, papa is even met de hondjes wandelen. Ja, met Waf. Even buiten wandelen. Met de hondjes. Ja, oh ja, je pop weer. Hè? Luxie is helemaal in de band van haar pop. Dat is de enige pop die ik heb meegenomen. Dat is een hele oude pop van mij, van vroeger. Daar heb ik mee gespeeld toen mama klein was. Die heeft mama gekregen van Sinterklaas. Vroeger. En weet je hoe die pop heet? Ja. Hoe dan? Weet je dat nog, Lucilla? Liesje. Liesje. Ja, en die had ik toevallig meegenomen. Pop. Liesje. Liesje Piesje, zei ik altijd, hè, toen ik klein was. Pop, ja, Luxie zegt pop. Pop. Liesje, nou, en daar is ze heel veel mee aan het spelen met die pop. Ja, ze heeft niet heel veel andere dingetjes, maar ze is wel heel blij met de pop. Dus dat, jongens, dat is even de update van vandaag. En ja, geniet nog van deze vlog. Hier, lekker in het bos, bij het zand. We gaan natuurlijk opruimen, maar ook nog even schooltje spelen. We gaan buiten spelen. We gaan nog even lekker de natuur in. Het wordt weer een prachtige dag. De lucht is blauw. De zon die schijnt. Dus wij blijven optimistisch. We blijven genieten in het nu. Vooral in het nu van elkaar. En ik hoop dat jullie dat ook enigszins kunnen doen. Ook al moet je misschien wel thuis blijven. Dat je toch een soort van kan genieten. Als de zon door je ramen naar binnen schijnt. Of als het er mooi uitziet buiten. En ja, gewoon lekker met elkaar zijn. Ik ga niet verder met kletsen. Ik ga nu eventjes dingetjes opruimen.
En zo beginnen met de thuisschool. Luan is volgens mij zijn haar nog even aan het fixen. Mam. Zit je haar weer goed, jongen? Ja. Is je haar weer goed zitten, hè? Mam. Ja, wat is het, schatje? Nou, jongens, we gaan vandaag weer naar huis. Ja. Nou, ik ben ook wel weer blij om mijn slaapkamertje te zien. Mama. Maar dit wist ik ook wel. Ik zag een vallende vogel. Zag je een vogel? Ja, daar zo achter het huisje vallen. Ja, dat leek misschien zo, hè? Allemaal vogeltjes vliegen hier in de lucht. Zullen jullie dat wel missen hier in het bos? Ja. Wat hebben jullie het meest gemist dan? De speeltuin. Ja, die gaan je het meest missen hier, de speeltuin. Hè? Nee. Ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Want ik mis bijna alles. En vind je het ook weer leuk om naar huis te gaan? Ja, dat ook wel weer. Want ik mis ook wel weer een stapelbedje. Nou, gewoon mijn hele kamer. Dat mis ik ook kamer wel. Je wil, hè? Ja, en je eigen bad. Oh, heerlijk. Ja, eigen bad. We hadden hier niet echt een bad, hè? Nee. Wel een lekkere douche. Ja, dat is ja. Ondertussen dat de kinderen mama even aan het helpen zijn met opruimen van de speelgoedkast. Doen we even lekkere muziekjes aan, wat we eigenlijk iedere ochtend doen als we onze schooldag beginnen. Dat is een soort ritueeltje dat we doen vanaf als dat kring begint, hè. En dan ondertussen gaan we de liedjes meezingen en eventjes alles opruimen. Zodat we twee vliegen in één klap hebben. Haha, schatjes. Mooi, Lixie. Dat is een mooi tasje. Ja, ik zie het. Jouw tasje. Altijd iets waar je goed in bent. Ja, hartstikke goed, Lucilla. Alles in de tas. Heel goed. Deze heb ik net als firma. Ja. Ja. Goed zo, liefie. Heel mooi, schatje. Want als we weg gaan, moet je het heel snel zijn. Ja, dat doe je heel netjes. Heel netjes. Moet ik even het inpakken? Iedereen aan de kant, ik ben een cowboy. Cowboy. Voor die boeven noemen. Ga lekker als pretekker. Lixie. Hier heb ik alle bagagetassen al neergezet. Dan ga ik de auto mee pakken. Ja. Ik wil de auto. Hier doorheen. Ja, papa. Ja, papa. Oké, pak de auto in. Papa pakt de auto in. Ja, ik zie het, Ivy. Dit is een Luxie. Ja. Goed zo, Luxie. Ja. Wat heb je opgeschreven, jongen? Welkom bij de baby's. Heel erg goed geschreven. Netjes, maar wel... Ik vind het hartstikke goed, jongen. Nu gaan we dictée doen, rekenen, spelend werkje, fruitje eten en buiten spelen. We gaan weer beginnen met de dictée. En dat betekent dat ik wat woordjes ga zeggen. En Luma gaat ze opschrijven. En Lucilla gaat haar naam oefenen. Straks kan je supergoed je naam schrijven, Sil. Dit heeft Lucilla net geoefend. Nu is ze heel vaak haar naam aan het oefenen. Ze kan haar naam in principe al wel schrijven, alleen ze probeert nu de schrijfletters te doen, zeg maar, die in groep 3 ook leert. De normale basisschoolschrijfletters. En Luan, die is zelf woordjes aan het bedenken, wat hij wilt opschrijven. En nu is hij bij de zin. En welke zin ga je nu opschrijven? Ik wandel op de straat. Ik wandel op de straat, oké. Nu gaan we het werkje nakijken. Huis heb je goed geschreven. Kusje heb je goed geschreven. Een bordje, bijna goed. Dit moet een D zijn, maar dat kon je niet weten. Nou, ik vind het hartstikke goed gedaan, jongen. Maar één fout. En we gaan door naar rekenen. Ik heb hier wat sommetjes voor Lucilla opgeschreven. En die mag ze zelf even gaan uitrekenen. We hebben de afgelopen tijd heel goed geoefend hoe je dat kan uitrekenen. Dus ik ben benieuwd of ze dat zelf gaat lukken. En voor Luan ga ik ook even sommetjes maken. Maar weer echt even een fase moeilijker, hè? Zes! Ja, heel goed, Lucilla. Super. Helemaal goed uitgerekend. Diepe concentratie aan de rekentafel. Ik heb er nog één over. Heel goed, Sil. Sil heeft het helemaal zelf uitgerekend. En het ziet er keurig uit, muisie. Zes. En dan nog vijf. Mam. Tien. Elf. Plus. Oeh, bijna. Mam. Ja. Elf plus zeven is nog 18. Ja, dat klopt. En heel dan goed. Doe ik er nog vijf bij. Is het 21? Min. Het staat min. Oh. Min vijf. Mam, hoe dan? Ja. 5 en 6. 5. En nog een keer. Ja, en dan 6 erbij. 8. 9.
10. 11. Ja, goed zo, Lucilla. Dat is 11. Kijk, dit is 18. Ja. Doe ik nog 2 bij. Dit is af, hè? Dat is een minnetje. Ik kijk even. 18 min 2. Heel goed, Lucilla. Goed gedaan. Nog meer sommen. Ik ben even benieuwd of Lu al dit antwoord weet. Mama, ik ga eentje van mezelf nu proberen. Ga je er zelf even denken? Oké. 17. Is 16. Ja, toppie. Hé, dit gaat goed, kinderen. Luan heeft zelf deze sommen hartstikke goed uitgerekend, jongen. Toppie gedaan. En Lucilla heeft het ook zelf gedaan. Kijk, ze heeft zelfs nog zelf eigen sommetjes gemaakt. Wat is dat? Dat is een 3, alleen die heb je spiegelbeeld geschreven. Ja, maar, moet je eigenlijk andersom doen. 5 of 3? 2. Moet je ook andersom doen. 2 plus 3 is? Nee. Oh, 5. 5. Heel goed, Lucilla. Dat is 5. We zijn inmiddels beland bij het spelend werken. Zo noemt Lucilla dat bij haar op school. Spelen werken. Spelen werken. En hiervoor heb je vouwblaadjes nodig. En we hebben alle 3 kleuren vouwblaadjes uitgekozen. En eentje hebben we al dubbel gevouwen. En wat we daarmee gaan doen is met een schaar. De randjes, alleen niet die, maar randjes mooi knippen, zodat je een heel gek, leuk patroontje krijgt. Ja, dat ken ik, dat doe ik wel eens. Vouw je hem of weer uit. Of van die knipjes erin. Knipjes erin. Vouw je hem weer uit en dan heb je een patroontje. En dan zorg je een beetje dat het patroontje een beetje rond gaat worden. Waarom nou rond? Wat is dit? Een monster. Een bloemblaadje. Oh. En wat gaan we nou doen met het bloemblaadje? Die gaan we plakken op deze ondergrond. Zodat we 2 kleuren bloemetjes krijgen. Ja. Gaan we met een printstift op de vlakjes tussendoor waar geen gaatje zit. Een beetje print doen. Zie je dat? Ja. We gaan hem hierop plakken. Kijk. Tada, tada, tada. Ik wil mijn bloemblaadje maar, hierop plakken. Dit is nu een vierkantje. Mama nog niet zo mooi, want de bloemetjes die zijn niet vierkant, maar die zijn rond. Dus ik ga hier ook. Maar binnen van de. De binnenkant wel. Ja, dat is rond. Zo. Binnenkant van de bloemetjes rond. Ja. Je hebt ook nog een groen blaadje. Oh. Een groene blaadje. Wat wordt dat groene blaadje? Een steel. Ja. Dat wordt een steeltje. Ja. Ik heb geen idee hoe, maar we proberen het zo lang mogelijk. Een keertje op sloeg gemaakt. Steeltje. Ik heb een keertje op school gemaakt, maar ik vond dat moeilijk. Dat klikte heel erg moeilijk. Kijk, plakken we die vast. Dat het één recht steeltje is, daarom moest die groen zijn. Zo, dan doen we boven. Dan heb je een paarse steeltje. Kijk, en wat hebben we nu? Bloem. En er moet ook nog een blaadje bij. Je kunt er ook nog een blaadje bij doen, maar dit gaan jullie dus maken. Kijk, dit is hem geworden. Mooi hè? Wauw. Kantjes eraf. En dan een beetje de kantjes eraf, dat je een soort rondje krijgt. Luan is ook al heel goed bezig met de knipjes uit te doen. Heel goed. En dan met de prit overal tussen. Een beetje lijm doen, dat hij overal een beetje blijft zitten. En Luan die maakt er een heel mooi kunstwerk van, jongen. Plak je de bloem bovenop het steeltje. Lucilla heeft ook een bloem. Mooi, liefie. Zo, en Luan die doet ook even de lijm overal tussen. Mooi, jongen. Kijk, dan kunnen we een bosje bloemen maken als ze zo bij elkaar liggen. Oh, ja, ja. Dan hebben we een bosje bloemen. Dan kunnen we allemaal zo elkaar plakken. Ja, mooi, hè? Mama, wat ben je aan het doen? Een lunchje aan het maken. Van wat we nog hebben. Nou, we gaan even lekker lunchen. Kijk eens. En een lekker appeltje. Eet smakelijk. Mam. Ja? Vind je mijn... Ik zie. Ja. Doei! We doen altijd ik zie met dit plaatje, hè? Doei! Ik zie wat jij Doei. Nu ziet. Ja. En het Doei. Is een broek. Doei! Doei, Luxie. Dag, Luxie. Dag, Luxie. Hier is jouw pop. Luxie zit hier weer lekker in het gras. Die gaat even lekker met pop spelen. Zullen we haar lekker gaan springtouwen? Thank you.
gaan we tennissen. Oh, met die grote bal? Kun je misschien beter met een op een pluutje? Ik wil met jou. Nee, oh, die is niet handig. Ik wil met jou tennissen. Maar die bal is een beetje te zwaar. Kun je beter met deze bal doen? Dat is een handige bal. Ik wil met jou tennissen. Oké. Inpakken en dan gaan we zo weer op weg naar Zwolle, jongens. Wat een mooi karretje. Ja, mooi hè? Kinderen hebben er nog helemaal geen zin in, volgens mij. Heb je nog zin om naar huis te gaan? Nee. Ja. Nee? Oh, laat die maar staan. Ik denk dat die van andere kinderen is. Laat die maar staan. Ja, laat maar staan, Sil. Kom maar. We lijken wel op stuk twee. Ja, die maken alles stuk, wou je zeggen. Ja. Ja. Nou, we zijn hier aangekomen bij het lekkere huisje. Daar is vader weer. We moesten even wat werkdingetjes doen. En dan gaan we zo weer op weg naar huis, jongens. Nee. Wat vinden we ervan? Nee. Na 12 dagen in het bos gezeten te hebben. Zit de autobak vol? Ja, maar. Kijk eens. Beetje mutje. Op naar huis. Op naar huis. Op naar huis. Nou, zeg maar dag huisje. Dag lekkere boshuisje. Dag, zullen jullie missen? Ja, we moeten de vuilnis ook nog even weggooien. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hier onder mijn belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Recreatiepark Zand. Bedankt Dankjewel. Voor de leuke 12 dagen. Tot morgen. Ja. Doeg. Volg je hart, boom boom brein. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom brein.